Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Het is inmiddels alweer 18 december. Te bizar voor woorden, maar dat betekent dat we over letterlijk 10 dagen al het vuurwerk kunnen kopen in Nederland, Duitsland en in België. En ik hoor jullie al denken, waarom zeg je België? Nou, dat is eigenlijk omdat we de laatste tijd zijn achtergekomen dat je dus echt je vuurwerk niet in de auto mag hebben en het vervoeren. Alleen wel tijdens de verkoopdagen in Nederland. En over 10 dagen is het dus zover. Dan mag je dus ook gewoon je legale vuurwerk in België kopen. Maar ook in Duitsland. En daar gaat deze video over. Want inmiddels 18 december, jongens. Dan is het eigenlijk bij alle winkels wel helder wat ze gaan verkopen en voor wat voor prijs. En in deze video behandelen we even de Aldi. Omdat er best wel gekke wijzigingen hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de vorige video. Alleen nu is het dus officieel bekend wat ze gaan hebben tegen welke prijs. En ik moet je zeggen dat ik zeer verbaasd ben over bijvoorbeeld ook de Poison. Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar sommige artikelen zijn dus nog goedkoper dan andere jaren. We waren laatst in Duitsland. Jullie hebben allemaal de Kaufland video kunnen zien een paar dagen geleden. En er zijn al eerste leveringen geweest, dus er staat al best wel wat achter in de winkels. Dus mochten er mensen zijn die tegen de grens aanwonen, ik zou zeker een keertje de Aldi inlopen. Want voor hetzelfde geld zie je dan achter die vuurwerkdozen. Laten we maar beginnen bij de site van de Aldi, jongens. Voordat we beginnen wil ik wel even vertellen dat alle linkjes die ik gebruik in deze video ook gewoon in de beschrijving staan van deze video. Want dat zorgt ervoor dat jullie ook gewoon even lijstjes kunnen maken wat je wil hebben. Ik zou er wel bij zeggen, en helaas moet ik dat dus in iedere video zeggen voordat deze video op een andere manier wordt opgepakt. Maar hou je aan de regels, 25 kilo, geen knalvuurwerk, geen pijlen en dat soort dingen. We pakken eerst even de site van de Aldi erbij. En hier rechts hebben we de site van TMC Craft. En vorige heb ik deze ook al behandeld. Het is een hele chille site. Omdat je dus bij de Lidl, de Aldi en de Penny, volgens mij vorig jaar ook de Kaufland, maar ik kan het ook mis hebben, kan je bijvoorbeeld ieder artikel zien wat ze verkopen dit jaar, met daarbij gelijk ook video's. En de Aldi doet dat dus niet en dat is wel heel vervelend. Vroeger had je namelijk heel makkelijk een videootje, maar dat is dus niet meer zo. Laten we maar even beginnen bij de Aldi dus. Hier heb je allereerst eventjes het Camelot vuurwerkpakket. Pijlen, helaas mogen we die niet halen. En al zouden pijlen mogen, jongens, dan moet je altijd even uitkijken. Doordat er hier zo vaak ook gewoon een pakje strijkers bij zit. Want dat was dus een paar jaar geleden ook het geval toen er wel pijlen nog mochten. Dan moest je heel erg uitkijken naar dat ene pakketje strijkers. Want, dat heb ik ook al vaker verteld, maar zodra er iets in je auto wordt gevonden wat niet mag, dan wordt alles bestempeld als illegaal. Dus dan ben je gewoon alles kwijt. Nu komen we dus op de Poison, oftewel de Reno van een paar jaar geleden, oftewel de Artis van 2 jaar geleden. Deze is dus 16 shots. Ik kom zo meteen even op de Artis zelf, maar die heeft volgens mij maar 12 shots, dacht ik. Maar deze is dus €3,29. Ik had echt gedacht op €4,99, omdat hij vorig jaar dus €4 was. Hij is dus 70 cent goedkoper geworden dan vorig jaar. En dat is natuurlijk heel erg gunstig. Ik zag ook naar aanleiding van de video van vorige keer dat heel veel mensen niet weten hoeveel er in een karton zitten. Dat is bij een Poison heel duidelijk. Er zitten 12 stuks in een karton. Dus dat houdt in dat je 12 keer €3,29 hebt. Dus een heel karton Poison. Let wel daarbij op bij de kilo's. Of naar de kilo's. Want je wilt dus niet gezeik hebben. De Eternity is €17,99 per stuk. Is op zich wel een mooie cake, 44 shots. Misschien kan ik hem hier even heel snel voorhalen, want ik ga zeker even wat video's afspelen. Laten we hier ook maar even kijken, want de Tristan is ook wel een goeie. Alleen vind ik die dus niet de moeite waard om te halen in Duitsland, omdat het allemaal een beetje op elkaar leek. Zal ik dat gewoon als een voorbeeld even laten zien? Kijk, hij heeft crackling. Zo gaat hij dan een beetje door. Alleen, heel eerlijk gezegd, voor €7 dan koop ik liever een Alligator. En zo kan je een beetje slim spelen, weet je wel. Want €6,99, ja, vind ik het niet waard. Dan ga ik liever naar de Lidl voor de Alligator. Alleen, eigenlijk is deze video daar te kort voor. Maar we waren dus laatst bij de Lidl in Duitsland. En daar zagen we dus een prijslijst van €4,99 voor een Alligator. Terwijl op andere bestellijsten €3,99 stond. Nou heb ik even navraag gedaan bij verschillende gasten uit Duitsland. En wat blijkt, iedere vestiging hanteert zijn eigen prijzen. Dus dat wordt nog best wel grappig bij de Lidl's. Wij waren dus in Emmerich, net over de grens. En bij Emmerich hadden ze dus alle dure prijzen. Dus
Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen, vooral bij de Lidl. Maar goed, daar gaat deze video nu over. Dan heb je hier de Parsifal. En de Parsifal is een perfect voorbeeld van een cake die vaak blijft liggen in die schappen waar je het zelf kan pakken. Omdat iedereen weet dat het niks voorstelt. Alleen omdat er mensen zijn die bijvoorbeeld geen zin hebben om te wachten. Of ze komen de winkel net in. Dan pakken ze hem omdat die 7 euro is. En het is natuurlijk best wel een groot ding. Dus iedereen denkt dan, wow, die is er nog, die pak ik. En dan om 12 uur sta je met zo'n cake hier. Moet je opletten. Het zijn eigenlijk voornamelijk alleen maar kometen. Er zit ook natuurlijk effect bij. Hè? Ik bedoel, niet alles gaat alleen maar over kometen. Maar ja... Laat deze dus vooral liggen en daarom is het heel belangrijk in verband met de kwaliteit dat je van tevoren al een soort van schets maakt wat je wil hebben. Omdat je dan 1. ook weet wat, ja, of jouw bestelling mag of niet mag. En 2. Dan kom je ook niet voor verrassingen te staan als je thuis bent. Datzelfde geldt ook voor Van Gogh, is ook voornamelijk een beetje een Mayan cake met crackling erbij. Jullie zien het, 83 shots. Ik zeg dat eigenlijk ieder jaar van... Ja, kijk even naar de aantal shots, want hoeveel shots het is, kan je wel degelijk een soort van indruk wekken van, is dat wat of niet? Want ja, 83 shots voor 8 euro, dat is voornamelijk natuurlijk troep. Copernicus, 13 euro. Ja, ik moet zeggen dat ik die nog nooit heb gehad, lijkt een beetje op de Uranus, maar... Deze daarentegen staat wel hoog op de lijst bij ons, de Big Boom Bastic. Vind ik een hele mooie voor die prijs. 20 shots, moet je opletten. Goede burst ook. Komt er zelf nog crackling bij. En deze mooie effecten. Nou, ik vind deze gewoon heel erg mooi. En die staat dan ook wel degelijk hoog op onze lijst. Ik hoop hem dit jaar te kunnen bemachtigen. Volgens mij had ik hem vorig jaar niet, maar dat weten jullie beter dan ik zelf, denk ik. Maar die staat in ieder geval hoog op de lijst. 20 shots en heel eerlijk gezegd, ja, 13 euro voor een 20 shots cake, dat ga je in Nederland natuurlijk niet krijgen. Dus voor de mensen die altijd haten op Duitsland van, ja, het is niet meer de moeite waard, wel degelijk. Want 13 euro voor deze cake is dat het zeker waard. Hier hebben we bijvoorbeeld zo'nzelfde voorbeeld, 100 shots, 13 euro. Dan heb ik liever 20 shots die wat voorstellen dan 100 van deze dingen. Die laten we dan mooi liggen. De Witchcraft, 104 shots heb ik vorige keer ook al gezegd, stelt ook weinig voor. Dan kom je bij de Rockstar, die is volgens mij wel best wel goed. De Duitse cakes zijn voornamelijk ook leuk voor projecten of om 6 uur een beetje mee te stoken, weet je wel. De Eternity, die staat hier bovenaan, dacht ik, op de site van de Aldi zelf. Wel echt jammer dat ze dus hier geen video's bij hebben, volgens mij. Nee, er staat alleen informatie bij. Maar goed, daar hebben we die andere site voor. Dus een dikke shout-out naar degene die hem gemaakt heeft. Eternity is op zich volgens mij wel een mooie cake. 44 shots. 18 euro ook dit jaar. De Heavy Metal Reloaded zag ik vorige keer in de video heel veel voorbij komen. Dat mensen zeiden, ja, die moet je echt halen. Daar heb ik er net even wat video's van gecheckt. En ik vind deze inderdaad zeer de moeite waard. Al weet ik wel dat die ook snel was uitverkocht. 19 shots, 19 euro. Oftewel 1 euro per shot. Maar moet je kijken hoe goed die is. Ik vind hem echt de moeite waard. Echt een mooie man. Dit effect is echt heel ziek. Veel kleur er ook in. Goede harde burst. En heel eerlijk jongens, voor 19 euro is dat echt een koopje dus. Die staat hopelijk wel een paar keer op onze lijst. Maar goed, je moet altijd, als je in Duitsland bent, moet je een beetje accepteren met wat er op dat moment in de schappen gegooid wordt of wat je kan graaien. Dus kijk, heel eerlijk gezegd, ik baal er ook niet van als ik een cakeje niet meer heb hoor. Wij gaan gewoon puur voor de sfeer. We hebben eigenlijk alle artikelen wel een keer gehad in Duitsland. En ja, ik heb liever dat andere mensen er blij mee zijn. Maar goed, als wij hem kunnen kopen, dan kopen we hem. De blowout zag ik vorige keer in de reacties ook heel veel mensen die zeiden van ja, waarom heb je die niet benoemd? Die is echt heel goed. Ook altijd heel snel uitverkocht. Nou, ik ben gewoon niet zo'n fan van die kometen aan het begin. Volgens mij had die kometen aan het begin, maar... Ja, van een soort van fontein start hij zelfs mee.
Maar deze schijnt dus heel populair te zijn. Nou, het kan. Ik laat hem in ieder geval liggen. Maar ik denk dat een hoop mensen daar blij mee zijn. De Midnight Hunter. Nou, je hebt natuurlijk ook de Compounds weer in Duitsland. 20 euro is die. Volgens mij waren de vorige keer de prijzen daarvan nog niet bekend. Nou, op zich, ik ben dus geen fan van de Compounds. En waarom? Omdat je dus in Nederland hele goede Compounds ook kan kopen. Dan zal er best wel een hele mooie Compound bij zitten hier. Vooral de Sky of Diamonds is bijvoorbeeld een hele mooie Compound in Duitsland. Vooral bij de Aldi. Alleen, ja, in verband met de kilo's doe ik het veel liever in Nederland, die Compounds, dan hier. Nou, heb je de Rody. Die was volgens mij nieuw dit jaar. Of vorig jaar in ieder geval. Kan me niet meer helemaal goed herinneren. Maar volgens mij was de Rody nieuw. En die staat zeker op de lijst, 30 euro. Deze site is heel handig omdat hij dus van goedkoop naar duurder gaat. Het effect is goed. Kijk, dit is echt wel mooi. Er zit nog crackling bij ook. Ik laat niet de hele video afspelen, maar ja, 30 euro voor zo'n 53 shots cake is natuurlijk zeker de moeite waard. De Final Showdown, 35 euro, ja, spreekt voor zich. Dan heb je de Dreamcatcher, ook een grotere compound, 40 euro. Maar besef even jongens, hoe goedkoop eigenlijk die compounds kosten in Duitsland. De Sky of Diamonds bijvoorbeeld, zag ik naar aanleiding van een paar tips in de video's ook dat die heel goed was. Die laat ik wel voor de grap zien. 152 shots. Het is, vind ik, niet een hele goede video. Veel wind. Volgens mij is deze vorig jaar opgenomen. Want vorig jaar was er veel wind met Oud en Nieuw. Dus ja, mocht je bijvoorbeeld naar Duitsland gaan en geen zin hebben in de Nederlandse winkels. Eerst bijvoorbeeld een Sky of Diamonds voor 60 euro. Dan hou je ook nog flink wat geld in je zak. Hier staat Euphorica zonder prijs. En ben ik benieuwd of die inmiddels niet al bekend is. Jazeker, 99,99 euro, dus oftewel 100 euro. Dus deze site moet nog even aangepast worden. Dan heb je fonteinen. Nou, de fonteinen zijn best wel goed in Duitsland. Alleen, ja, als ik een fontein koop, dan is het vooral de laserfontein van de Lidl. Dan kom je hier bij de pijlenpakketten. Jammer genoeg, niet voor ons. In ieder geval, de Viel Geluk is 10 euro gebleven. Zijn een beetje de goldraketen die je dus bij de Lidl hebt. Mooi pijlenpakketje, 10 euro voor, wat is het, 8 pijlen. En vooral hier, deze haalden we altijd, die Viel Geluk, omdat er dus geen pakje strijkers in zat. Wat dus wel weer in die Avalon zit. En daardoor kon je dus alsnog de Sjaak zijn voor die kleine poepknalletjes, weet je wel. Alleen ja, dit jaar ook, Viel Geluk, als je die haalt, dan ben je dus strafbaar. En dan kan je dus alles kwijt zijn. Star Hunter trouwens ook 4,69 euro. Wat een lage prijs, niet normaal. Want dat zijn dus 5 pijlen. Dan heb je de Lancelot. Hebben wij ook heel vaak gehaald. Wat wij vroeger deden is gewoon heel veel van die vuurpijlenpakketten. We hadden misschien wel 20 van die pakketten. Alleen de helft is gewoon allemaal plofjes. Dus ja, ik zou, mochten jullie het in Duitsland vieren, check dan wel allemaal even video's vooraf. Bijvoorbeeld op deze site. Voordat je dadelijk allemaal van die plofjes hebt. Camelot, 20 euro kennen we ook natuurlijk. Dan heb je de single shots. Ook die zijn dus verboden helaas. Double power van Weco. 10 stuks voor 3,50. Nou, ik denk dat iedereen inmiddels wel een beetje de prijzen in zijn hoofd heeft van de single shots. De nieuwe die ze in Nederland verkopen. Nou, dan is 10 stuks voor 3,50. Is echt een koopje. Alleen omdat het dus een single shot is. Een enkel shot. Mogen ze dus niet in Nederland. Dan was dat een beetje van de Aldi. Nou, hier zie je dus ook nog een keer de hele folder. Je kan dus bijvoorbeeld naar aldi-sweat.de kan je gaan. En dan kan je bovenin kan je intypen voor je werk. En dan krijg je heel dit artikel. Of je gaat eventjes naar de link in de beschrijving hier. Kunnen jullie ook gewoon even rustig even je lijstjes maken. Dan zou ik bijvoorbeeld die site ernaast zetten. En een beetje ieder artikel gaan checken. Volgens mij de Eruption was ik vergeten te benoemen. Alleen die is heel aantrekkelijk qua prijs. Alleen dat is dus letterlijk alleen maar kometen met een crackling erbij. Dus kijk maar. Dus ik weet dat die voor heel veel mensen aantrekkelijk zal zijn qua prijs. Dat is ieder jaar. Alleen laat hem dus liggen, want hij stelt weinig voor. Dan kan je bijvoorbeeld beter dus die 10 shot cake pakken. De Artis. Ik vind het jammer dat die de Artis heet van 10. Want had dan deze de Poison genoemd en had dan de Poison de Artis gelaten. Maar goed, ik snap niet waarom. Maar
€2,79 voor 10 shots. Ook die zou ik laten liggen. Want dan kan je dus beter voor een paar cent meer voor de Poison gaan. Nou, de Poison is natuurlijk een van de meest populaire artikelen bij de Aldi in Duitsland. En om nog even kleine tips te geven aan jullie. Pak nooit eigenlijk de Aldi of de Lidl in de grens, net over de grens, want daar is het mega druk. En ieder jaar zie ik weer een aantal paar wijsneuzen komen in de reacties die zeggen: waarom gaan jullie nou weer naar zo'n drukke Aldi? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat juist voor jullie op beeld wil brengen. Hoe populair het is, wat voor sfeer er heerst. En als ik bijvoorbeeld naar een Aldi of een Lidl zou gaan, 3 uren lang in Duitsland verder, dan is er inderdaad niemand, maar dan vind ik de sfeer gewoon veel minder leuk. Dus ik zoek die drukte bewust op. Maar voor jullie zou ik zeker de rust juist opzoeken. Dus reis gewoon dan een half uurtje door. En dan kom je dus bij een veel rustigere Lidl of Aldi terecht. Wat je ook kan doen is een dag erna gaan. Want we hebben dit jaar dus een extra verkoopdag. Vanwege die zondag die ertussen zit. En vaak in de middag, de 30ste, hebben ze ook gewoon nog het vuurwerk ruim op voorraad. Alleen ook wij, ook dat doen we dus om de sfeer voor de video. Wij gaan dus altijd al de eerste verkoopdag voor de sfeer en voor de video. Mocht ik iets vergeten zijn qua tips, laat het weten. Ik kom hierna denk ik nog met een video over de topartikelen van de Duitse supermarkten. Dus daar ga ik nog een aantal tips in geven binnenkort. Alleen voor nu is dus alles uit. De Lidl is uit, de Kaufland is uit, alle prijzen zijn bekend. Dus nu kunnen de lijstjes gemaakt worden. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie lijstjes. Dus mochten jullie tips hebben, deel gewoon even je lijstje in de reacties. Want ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie van plan zijn om te gaan halen. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.